De gele taxi. De worris en een taxi. Gewoon een mooie gele taxi met een rooi lintje. En van binnen haal je een zachte leren bank en ook nog twee harde leren opklapbankjes. Het wordt een geweldig goeie taxi. Want ik kan ze heel hard starten. Ring, drr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 
En ik was hier achter hem. De chauffeur had de Willem. Een taxi en Willem reden allebei heel hard. De taxi stond eens op straat in de taxistandplaats. Willem en een taxi hielden dan even om langs stil te staan. Ik ben benieuwd wie als volgende passagiers zullen zien, dacht Willem. En juist toen hij dat docht, werden die mensen aankomen lopen. Heel hard aankomen lopen. Stap, stap, stap. En hij hoort ook kleine vutjes aankomen. Stappen, stappen, stappen. Ik keek uit het remke en hij zocht Tom met zijn klein kofferke en Tom zijn moeder met een grote koffer. En allebei hielden ze. Ha, hielde Tom zijn moeder. Taxichauffeur wel eens alsjeblieft zo hard mogelijk naar de station rijden. We zien dan tikkelijk laat en wetten, een trein waagt neer. Tom en zijn moeder kropen in een taxi en slogen de deur toe. Zeker mevrouw, zag Willem. In een taxi gaat hard, we halen het wel uur. En door ging een taxi. Tom en zijn moeder boetsten op de leren banken. Tom zijn moeder zat op de gratste zachte leren bank. En Tom had zo'n klein hard opklapbeenkje, want dan kost hij beter naar boven kijken. En toen ineens, een taxi stond met een ruk stil, midden op de straat. Want er was stoplicht, een rooi stoplicht. En onder het stoplicht stond een grote politie, het opgestoken arm. Tom zijn moeder riep, taxichauffeur, moeten we nou echt stoppen voor zo'n rooi stoplicht? Waarom reden we naar de rooi? We moeten jagen. Het is al biestig laat en een trein mag niet. Maar Willem zag, echt mevrouw, we moeten stoppen voor het rooi licht en we moeten wachten wie het wel groen is. Maar in een taxi gaat zo hard, we komen zeker nog op tijd. En toen ineens, ring, daar ging het weer door de drukte. Een taxi zwaaide om een grote bus in. Die ging me net even in een tram af. En toen ineens, daar stopte de hele taxi weg. Hij stond vlak achter een grote kolenwagen, die even de stoep reden. De vrachtwagen probeerde zijn wagen zo duur mogelijk even de stoep te zetten, want dan kost hij de kolen beter uitlaaien. Tom zijn moeder riep, taxichauffeur, eerst moeten we wachten voor de politie en nu zitten we weer achter een vrachtwagen. We zien ontiegelijk laat en de trein wacht niet. Daarom vroeg Willem aan de vrachtrijder, mag ik er alsjeblieft even neven? En Willem riep over zijn schouder, we komen er wel vrouw, we gaan hard, ik en mijn een taxi. Nou joogt een taxi zo hard dat alle mensen gauw op de stoep sprongen en iedereen dacht, zo hard heb ik nog nooit in een wagen zien jagen. En toen ineens, daar stopte ze weg. En Tom vloog bekant dwars door de voorhoed. Tom zijn moeder boetserde kop keihard tegen het dak van een taxi. Een hoed sluide op je oor. Een grote koffer viel met een slag op de grond en het klein kufferke van Tom viel ook van het beenske. En Tom zijn moeder kwakte weer tegen Willem. Taxichauffeur, eerst moeten we voor een politie wachten. Daar zit de vaas achter een vrachtwagen. En nou zitten we alvast in het verkeer. Als dat zo doorgaat, blijven we hier de ganse dag zitten. We zien dan tiegelijk laat en een trein waagt niet. En daarom was Willem te toeten. Toet, toet, kreeg de gele taxi. Toet, toet, toet. We moeten opscheten. We willen er door. We willen harder. Toet, toet. Hoe doen als ze bij de statie kwamen, hoe meer taxis en bussen en vrachtwagens er op straat worden. Maar de gele taxi joeg alle wagens voorbij en frommelde zich overal neven. Door aan het eind van de straat voor de statie. Bè, dat kostte de klok van de statie al zei. Ze hadden nog maar 4 minuten. Ze waren echt ontiegelijk laat en ze wisten verrekkerschoot dat een trein in zou wachten. En toen, boem, dan stonden ze weg. En Willem was weg te toeten. Toet, toet, toet. Toen ineens, de stroomwagens kwam weer in beweging. Eerst in een taxi, toen een bus, toen in een vrachtwagen. Toen nog meer taxis, nog meer bussen, nog meer vrachtwagens, tot het hele verkeer weer op gang kwam. De gele taxi warmde zich door het verkeer. Hij zwiepte om een dikke bus heen en hij rijdde met een vrachtwagen. En hij soesde even een andere taxi.
Ze hebben nog maar 4 minuten. En nou nog maar 3 minuten. En nou nog maar 2 minuten. Door stond de taxi stil voor de statie. Tom sprong uit een taxi en zijn moeder betaalde. Ze pakte haar koffer en Tom pakte zijn klein kufferke. En door gingen ze. Stap, 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 stappen, stappen, stappen. Willem keek ze naar en laagde. Zitten, zag hij tegen zijn gele taxi. We kunnen samen verrekkershard rijden. Ze zien nog op 10 dag als je het meevraagt. En het was zo. De conducteur was bezig de deuren toe te slaan en hij wou net roepen, klaar, achter, toen hij Tom en zijn moeder aan zag komen. En hij wachtte nog even. Hij noemde de grote koffer en hield de deur open voor Tom zijn moeder en reikte de koffer aan. Tom kwam achter zijn moeder in de trein, hiegend en puffend, met zijn klein kufferke. Achter, klaar, riep de conducteur en hij stook zijn handen op. En juist toen de trein aanreden, stapte de conducteur ook in. U kunt hard lopen, zag hij tegen Tom. En toch had Tom zijn moeder, zag hij, gij hebt me net gehaald, mevrouw. Tom zag hiegend, we hebben hem gehaald, omdat we een taxi hadden en een tiegelijk hard kost rijden. En een biestig goeie chauffeur. We gingen hard, zo hard, gij had eens moeten zien. Dat we nog eens in een taxi.